In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Kijk, we hebben de hele zaak vol staan met auto's van voor de oorlog, 50, 60, 70, 80 en soms ook 90 jaren. Waarom? De markt verandert in die zin. De 40ers onder ons, die willen de jaren uit hun jeugd. Kijk, zo'n Porsche blijft onsterfelijk natuurlijk. En zo'n Mercedes is nu al een klassieker. Klinkt misschien vreemd. Maar die auto's zakken in prijs tot een bepaald niveau en dan gaan ze weer stijgen. Kijk, en dat gaat dan verder tot de Lamborghini uit 2003. Ja, dit is ook al een auto, die wordt ook alleen maar duurder. Ja, een Viper hoort ook al in het rijtje thuis. Maar vandaag hebben we een bijzondere patiënt. Ik zal het u laten zien, kom. Ja, waarom noem ik dat nou een patiënt? Ja, het kan een patiënt zijn. Het is beslotvering een Engelse auto. McLaren. Eigenlijk is het heel bijzonder. Dan zal ik u vertellen waarom. Kijk, een McLaren is een heel jong merk. In de jaren 60 hadden ze weliswaar Formule 1 team. Maar eigenlijk zijn ze vanaf 92 pas echt actief met straatversie. En dat is best bijzonder, want ze hebben zich toch genesteld in het nest van Ferrari, Lamborghini, Maserati. En die merken bestaan al 50, 60 jaar. Zullen we eerst de deur open doen? Je zult er maar eruit rijden zonder dat je de deur open doet. Maar let op, er hoort een sleuteltje bij te zijn. Maar ik denk dat de vorige eigenaar 150 euro voor het sleuteltje moest betalen. En dat verdomme, want het is er niet bij. Geloof het of niet, dus we hebben een kleine aanpassing moeten doen. Kijk. Ja, u houdt het niet voor mogelijk. Ja, het is wel Engels dat je überhaupt weer met gereedschap heen en weer moet. Ja. Kijk, hier ligt hij dan. V8 met dubbele turbo. Helaas zie je van die moderne motoren helemaal niks meer. Het is ook wel een beetje klungelig overigens. Ja, ik moet er nog een beetje aan wennen, u ziet het, hè? Voorlopig heb ik nog niks. Wat staat er nou allemaal? No key. Ja, ik ben niet gewend dat er een sleutel in moet liggen. Dat gesodemieter met die afstandssleutel. En nu dan? Oh shit, wat gebeurt er nu? Dat is niet waar. Nou ja, de sleutel ligt erin. Hij doet het! Deze auto is alles gedaan om gewicht te besparen. Wist je dat de hele cockpit hier 75 kilo weegt? Onvoorstelbaar. Alles, hele auto's van koolstof overigens. Weet je wat er opvalt met die auto? Dat die heel stabiel is op het chassis, maar daar hadden ze bij McLaren namelijk heel veel ervaring mee. Kijk, de eerste F1, de eerste McLaren straatauto in 92, dat was de F1. Niet te verwarren met Formule 1. Die heette gewoon F1. Er zaten 12 verschillende BMW-motoren in. Nou, die BMW-motor ging niet kapot. Het was alles eromheen. Daar hadden ze nog een beetje weinig ervaring mee. Ja, Rowan Atkinson, de Mr. Bean, dat is een van de eerste die erin kocht. Driezits, gekke auto. Bijzondere auto. Maar dit is een veel betere kwaliteit. Ik vind het een heerlijke auto mee te rijden. En wat je ook doet. Ah, is het ook snel, bloedsnel, heerlijk. Maar hij schakelt ook heel mooi. Zelden een auto gereden die zo ver schakelt. Overigens, er zijn er maar 500 van gemaakt van deze. Dus de 675 LT. Is dat fantastisch? Ik moet misschien mijn woorden terugnemen, want ik heb altijd natuurlijk vooroordeel bij Engelse auto's, maar dat is eigenlijk uit de jaren 50 en 60. En dat is ook niet meer van deze tijd. Ik moet het petje afnemen voor McLaren, wat ze in het korte tijdsbestek vanaf 1992 gepresteerd hebben. Zondag, dan
dan ga ik meestal een eentje rijden met een van mijn auto's. En dan pak ik altijd privéauto's. Maar deze ga ik zondag niet meer rijden. Dat weet ik nu al. Ja, zo kun je ook rijden. Als het maar mooi weer is. Het is wel een beetje gewaagd, hè?